Je hebt eerder in de gemeenteraad gezeten. Wanneer was dat ongeveer? Ik heb eerder een aantal jaren in de gemeenteraad gezeten. Het laatste was tot aan de verkiezingen van 2018. Dus 2012 tot met 2018 heb ik in de raad gezeten voor lokale partij Almelo Centraal. Hoe heb je die periode ervaren? Ik, namens Almelo Centraal heb ik hard ingezet voor dat een beter goed bestuurscultuur en voor beter besluitvorming gebaseerd op inhoud en openheid. En dat werd ook gewaardeerd. Wat heb je bereikt waarvan je zegt dat heeft zoden aan de dijk gezet? Nou, bereiken, dat bereik je natuurlijk met elkaar. Met een discussie, op een inhoudelijk discussie, dat bereik je wel met elkaar. En daar ben ik heel vaak ook aangesproken. Ook in de periode dat ik niet in de raad heb gezeten op mijn inzet voor bestuurscultuur, voor eigenlijk de stad, heb ik heel positieve ervaring gekregen van mensen die dachten ze, terwijl ik niet in de raad heb gezeten, dat ik nog steeds in de raad. En dat doet goed. Helaas, bestuurscultuur, dat is nog niet veranderd, is niet verbeterd. En daar moeten we ook met elkaar hier werk van maken. Ook niet op kleine puntjes veranderd? Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld besluitvorming, hoe is het gegaan met rondom XL Business Park 2. Daar ziet iedereen van de beslissing is niet de juiste beslissing genomen. Zelfs ook een aantal van collegepartijen met een gok hebben ze ja gestemd. En dat vind ik ook niet correct om met zo'n major onderwerp om toch een beslissing te nemen, terwijl heel veel van de mensen in de stad, in de regio, zeggen ze van niet doen en toch deze is doorgedrukt. Voor welke onderwerpen maak je je nu al sterk? Voor jeugdbeleid, voor vergroening van de stad en dat is in de binnenstad en de wijken. Voor cultuuraanbod, dat bereikbaar is voor iedereen. En voor beter besluitvorming die wij eigenlijk ook voor de mensen, de Almeloers, dat ze het kunnen zien en gezien worden en gehoord worden. En dat voelen ze dat terug in de raad. Want de gemeentepolitiek is van en voor de inwoners? Dat is van de inwoners voor de inwoners.